De laatste fase van de Jupiler League gaat in. FC Dordrecht, dat in de winterstop nog vierde stond, is inmiddels afgezakt naar een 11e plaats. De strijd om de play-offs leek te moeten worden gestaakt. Maar afgelopen vrijdag won FC Dordrecht opeens uit bij nummer 5, MVV, met 2-5. En is na competitie nog steeds haalbaar. En dat geeft vertrouwen. Omdat we vorige week gewoon goed resultaat hebben behaald met goed voetbal. Aangezien met veel doelpunten hebben gewonnen. Dus ik denk dat het wel vertrouwen moet geven aan de ploeg. Het zijn voor ons drie hele belangrijke punten geweest. En vandaar dat we nog steeds in de race zijn voor de na-competitie. Voor een plek in de play-offs is een 9e plaats nodig. De plek waar FC Os nu staat met 3 punten voorsprong op FC Dordrecht. Maar de schapenkoppen hebben een beter doelsaldo. FC Den Bosch staat daar nog tussen met een punt voorsprong op Dordrecht. De opdracht is simpel. Alle drie de wedstrijden winnen. Dan is FC Dordrecht nog wel afhankelijk van de resultaten van FC Os en FC Den Bosch. Ja, die zullen ook alle drie de wedstrijden moeten winnen. Dus ik ga er wel vanuit dat zij die niet alle drie winnen. Ik denk niet dat alle drie de ploegen 9 punten gaan halen. Dus. Je weet het nooit. Je bent ook afhankelijk van de andere ploegen. Maar ik denk dat we met 9 punten absoluut zijn. Ja. De overwinning tegen MVV kwam mede door een ander systeem. Een succesvolle ingreep van trainer Virgil Breedveld. En we hebben geprobeerd wat meer vanuit de gesloten verdediging te spelen. En vanuit de omschakelingen de diepte te zoeken. En zo onze kansen te creëren. De kans is wel groot dat we vasthouden aan datgene wat we vorige week gedaan hebben. Het idee dat we het in dezelfde formatie gaan doen qua organisatie als verleden week. De laatste drie wedstrijden zijn tegen Fortuna Sittard, Almere City en eerst vrijdagavond tegen de Graafschap. Mocht FC Dordrecht de play-offs halen, dan is dit voor het eerst sinds 2009. Via de play-offs kan promotie naar de Eredivisie worden afgedwongen. Droom je al van de Kuip en de Arena? Nou, dat is nog een beetje ver weg. Ik denk dat we eerst vrijdag maar moeten bekijken en dan daarvoor 3 punten gaan.